Hallo, ik ben Dennis Adriaansens. Little Brussels is een non-profit organisatie die zich inzet voor de digitale inclusie. En dat doen we meer bepaald door oud afgeschreven ICT-materiaal een tweede leven te geven. Hè. En dat doen we dan eigenlijk door het te refurbishen en het te herverdelen bij OCMW-besturen, bij scholen, bij armoedeorganisatie. Zodoende ze eigenlijk toegang krijgen tot kwaliteitsvol materiaal tegen lage tarieven. Dat is eigenlijk ons doel van Circular Brussels. Al het materiaal dat niet kan hergebruikt worden, geven we of gaan we eigenlijk recycleren. En dat doen we door middel van een partner van ons. Het idee van Circular Brussels is eigenlijk ontstaan omdat familie van mij eigenlijk een recyclagebedrijf heeft. En wij hebben gezien dat er eigenlijk heel veel materiaal nog een tweede leven kan gegeven worden. En dat er eigenlijk in Brussel, meer bepaald, eigenlijk heel veel materiaal is dat op de afvalberg geraakt. Terwijl we dat eigenlijk ja, een tweede leven kunnen geven. En dat we daar mensen eigenlijk toch wel blij mee kunnen maken. En vandaar hebben we gezegd van kijk, laat ons een organisatie starten. Die zich specifiek focust op het hergebruik van materiaal. En zo zijn we begonnen. En we hebben als laureaat van Be Circular 2019, dat was een oproep eigenlijk voor innovatieve projecten, hebben we dat ook gewonnen als innovatief project in de circulaire economie. En de laatste maanden hebben we eigenlijk meer dan 3500 computers en laptops een tweede leven kunnen geven en dus ook eigenlijk gered van de afvalberg. Al het materiaal dat wij geen tweede leven kunnen geven, wordt uiteraard gerecycleerd. En dat doen we door een partner van ons, die heet Out of Use. Dat is een recyclagebedrijf. En dat bedrijf eigenlijk ontmantelt al de materialen en herleidt dat eigenlijk tot secundaire grondstoffen. En zo is er eigenlijk bijna 90% van het materiaal dat niet kan hergebruikt worden, kan toch wel gerecycleerd worden en herleid worden tot secundaire grondstoffen. En dat blijft dan ook hier in België. Dus dat is wel belangrijk. Dus dan is eigenlijk de cirkel rond. Bedrijven die kunnen onze ophaaldienst eigenlijk contacteren. Dus het is gratis voor bedrijven. We komen naar de bedrijven toe, we maken een afspraak en we komen al het oude ICT-materiaal ophalen. Dus het kost niets en u doet er goed mee eigenlijk. Want al het materiaal dat wij een tweede leven kunnen geven, ja, komt terecht natuurlijk bij de mensen, bij armoedeinstanties of bij scholen of bij andere VZW's. Dus eigenlijk is het een win-win situatie voor iedereen, zowel voor de bedrijven als voor de mensen die achteraf kunnen gebruik maken van ons afgeschreven en vernieuwd ICT-materiaal. Een zeer mooie website. Bedrijven kunnen gewoon hun gegevens achterlaten via het contactformulier. Ze kunnen ons ook gewoon bellen. En het volstaat eigenlijk om ons simpelweg te contacteren en we nemen dan een afspraak. We vragen dikwijls wel ook aan bedrijven of dat ze enkele foto's kunnen doorsturen van het materiaal, zodanig dat wij op voorhand een kleine inschatting kunnen maken van de workload en of wij met een grote of een kleine vrachtwagen moeten langskomen. Maar al die contactgegevens vinden ze dus terug op onze website www.circular.brussels. En dat is het, www.circular.brussels.